hij flikte ook wel eens wat, toch? Wat heeft... ja, van alles geflikt. Het mooiste is, met Michels had hij natuurlijk ook altijd wel wat. Hij had de meeste boetes gehad van allemaal, van alle spelers. Maar één vind ik heel mooi. Dat Michels, hij moest 's morgens voor straf in Bosplan komen om 8 uur. Nou, Michels kwam eraan op zijn fiets, maar Johan had zich verstopt achter een boom. Dus die Michels die liep te kijken, hij denkt zo, die heb ik weer te pakken vandaag. En toen kwam hij achter die boom vandaan, Johan. Zit hij, kom op, we gaan lekker een kop koffie drinken. Dat vond ik het mooiste, zo was Michels ook. Maar als de competitie af was gelopen, dan gingen we spelen om de boetes van Johan. Want we kregen zoveel als hij te laag kwam. Maar dan ging hij knokken om die boetes terug te verdienen, die kleine. Maar dan lieten we niet winnen natuurlijk. Maar je zou bijna verwachten dat... Wat later zei hij juist, de beste moet de aanvoerder zijn, moet het voorbeeld geven. Ja. Maar hij had zelf als speler zoiets van, nou... Nou, je moest op trainen, hè. Je kon niet een seconde te laat zijn. Want dan kon je naar binnen en had je 500 aan je broek. Nou, heb je heel wat keren gehad. En als je dan kwam, dan zei Michels, vanmiddag om 2 uur. Dan moest hij komen en dan gingen wij kijken en dan moest hij rondjes lopen. Maar ja, dat deed hij 3 keer. Hij denkt, ik ga lekker in het doel zitten. En ze bekijken het maar. Nou ja, dat kreeg hij weer. Dus hij heeft genoeg uitgehaald. We hebben een fantastisch team gehad. Kaarten. Hij wilde ook altijd de beste zijn. Dat was mooi. Kaarten, zei hij voor. Biljarten. Dat kon hij niet eens zo goed. Maar hij zei tegen jou van, je moet hem zo raken. Dat was het mooie bij hem. Nou, je weet met Ballesteros, die goede golfer. Ging hij zeggen van... je moet hem zo raken. Hij was wereldkampioen, die man. Dus dat was ook het mooie. En Johan. Wat is het verhaal wat hij met jou gedaan heeft op een gegeven moment in jouw auto met witte muizen? In mijn auto niet. Nee, niet in jouw auto? We hebben wel met Koetje Prins. Oh nee, dat was niet met hem. Die had muizen in zijn muts zitten. Maar dat was niet met Johan. Nee. Nee, Johan heeft ook alles geflikt. Maar ja, en spelen. We mochten doen voor Michels wat we wilden, maar spelen. In het veld waren we er. En dat is... ja, dat is heel erg. Wat mis je het meest van? Wat ga je het meest van hem missen, denk je? Ja, wat in de kranten, wat hij vertelt. Kijk, wat hij vertelt, de meeste mensen begrijpen het niet, dat begrijp ik wel. Maar ja, hij vertelt het altijd wel goed. Ik begrijp hem heel goed, dat je het veel breed moet houden, via de vleugels en... mensen die diep moeten spelen, altijd vooruit spelen. Wij zien veel te veel tegenwoordig de bal terug naar de goal. Ja, daar heb je een hekel aan. Ja, ik ook. Dus ja, dat soort dingen. Maar dan gaat hij in één stuk door. Maar mensen die gewoon ernaast zitten, ja, die begrijpen dat niet. Nee, het is... ja, heel erg.